We weten allemaal dat je kan verbranden door de zon. Maar gek genoeg beschermen we ons nog niet goed of goed genoeg. Zonlicht bestaat voor een deel uit ultraviolette stralen, ook wel UV-stralen genoemd. UV-stralen kan je opdelen in drie soorten, UVA, UVB en UVC. UVC-stralen worden tegengehouden door de ozonlaag. UVA en UVB die komen op onze huid. Het is goed te realiseren dat de UV-stralen die op onze huid komen voor ongeveer 95% uit UVA-stralen bestaan en voor 5% uit UVB-stralen. Om te beginnen UVA. UVA is verantwoordelijk voor huidveroudering. Een handig ezelsbruggetje is de A in UVA. Die staat voor aging. UVA dringt net iets dieper door in de huid dan UVB en zorgt voor aantasting van je collageen. Als dat wordt aangetast, dan wordt je huid slapper en krijg je snelle rimpels en dus huidveroudering. Denk je dat je veilig bent achter glas? Dat is niet waar. UVA kan ook door glas heen. Ten tweede de UVB. De UVB is verantwoordelijk voor de zonverbranding. Een handig ezelsbruggetje is de B in UVB, oftewel burning. UVB dringt iets minder diep door in de huid dan de UVA, maar beschadigt daar wel, bij overmatige blootstelling, het DNA van de huidcellen. Het lichaam wil deze schade herstellen en de beschadigde cellen opruimen. Dat doet het lichaam door het produceren van bepaalde stofjes. Dan ontstaat er een ontstekingsreactie en worden de bloedvaten wijder. Daardoor stroomt er ook meer bloed naar de plek waarbij overmatige UV-blootstelling heeft plaatsgevonden. Door de combinatie van die twee ontstaat die pijnlijke, bekende rode huid. Als je in de zon zit, heb je vaak niet door dat je aan het verbranden bent. Die rode huid die ontstaat namelijk pas uren later. Overmatige blootstelling aan UVA en UVB zijn beide verantwoordelijk voor het ontstaan van huidkanker. Elke keer dat je verbrandt door de zon, beschadigt het DNA van de huid. De huid heeft herstelmechanismes om deze schade te herstellen. Echter, dat lukt niet altijd. Als gevolg daarvan kan gemuteerd DNA ontstaan in de huidcellen. Gemuteerd DNA is DNA met veranderde eigenschappen. De huid onthoudt als het ware de schade. Des te vaker je verbrandt door de zon, des te meer gemuteerd DNA en des te groter is de kans op huidkanker op oudere leeftijd. Het is daarom uitermate van belang om je huid te laten wennen aan de zon. Doe dit op momenten van de dag dat de zonkracht niet te sterk is. Bijvoorbeeld vroeg in de ochtend of einde van de middag. En door die UV-stralen die dan op je huid komen, gaan de cellen in de huid delen, waardoor je een dikkere huid krijgt. Dit geeft een soort van natuurlijke bescherming. Maar pas op, dit is niet voldoende om je huid volledig te beschermen tegen zonverbranding. Zonlicht heeft ook positieve gevolgen voor de mens. Zo wordt onder invloed van UVB vitamine D aangemaakt. Deze is belangrijk voor de aanmaak en herstel van je botten en je spieren. Tevens zorgt UV-straling ook voor aanmaak van gelukstofjes, waardoor we ons gelukkiger en vrolijker voelen. Grofweg bestaan er 6 verschillende huidtypes. Huidtype 1 zijn mensen met een heel licht huidtype. Denk aan mensen met rossig haar en blauwe ogen. Je hebt ook mensen met een heel donker huidtype. Dat is huidtype 6. In de huid liggen de pigmentcellen, dat de kleur van de huid bepaalt. We hebben allemaal evenveel pigmentcellen. Alleen bij mensen met een donkere huidtype zijn de pigmentcellen actiever, waardoor er meer pigment gemaakt wordt en ook donkerder pigment. Dit pigment ligt eigenlijk als een soort beschermend kapje over de huidcel. Mensen met een lichter huidtype maken dus minder pigment aan. Minder pigment, meer kans op zonverbranding. En we weten, des te vaker je verbrandt door de zon, des te meer kans op huidkanker. Dat is onder andere afhankelijk van de zonkracht. De zonkracht geeft aan hoeveel UV-stralen in de zon je huid bereikt. Dat wordt aangegeven in een UV-index. De UV-index in ons land kan variëren van 0 tot 8. Des te hoger de UV-index, des te groter is de kans dat je verbrandt door de zon. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Hoe hoger de zon staat, des te hoger is de zonkracht. 'S Middags tussen 12 en 3 staat de zon pal boven ons. Dan is de weg die de UV-stralen in onze huid moeten afleggen het kortst. En dan is de kans op zonverbranding ook het hoogst. Hoe schoner de lucht en minder vervuiling, des te meer UV-stralen op de huid terecht kunnen komen. Ook de dikte van de bewolking en de kwaliteit van de ozonlaag, die zorgen voor de hoogte van de UV-index. Het is goed je te realiseren dat UV-stralen kunnen weerkaatsen door water en zelfs door zand. Dat betekent dat je de UV-stralen van boven op je huid kan krijgen, maar ook van onderen. Oftewel, 2 keer kans op zonverbranding. Nee, dat is niet waar. Het is ten eerste belangrijk om je minimaal een kwartier voordat je naar buiten gaat in te smeren met zonnebrandcreme. Smeer je minimaal in met factor 30 en herhaal dat meerdere keren per dag. Alternatieve mogelijkheden zijn op de juiste momenten de schaduw opzoeken, UV-werende kleding dragen en op deze manier zorg jij ervoor dat je niet verbrandt als een kreeft.